Wat heeft Fortuna gedaan? Leroy, drie punten. Weer belangrijk, drie punten. Na de wedstrijd kwam je gelijk naar me toe. Ja, wat, hebben, wat waren de andere uitslagen? Ja, ik wil het toch even weten. Tijdens de wedstrijd niet, in de rust ook niet. Maar uh, ja, na de wedstrijd wil ik wel weten wat er op de andere velden is. Ja, nu weet je wat, wat die uitslagen zijn. Was, uh, ja, gaat de knop dan gelijk om van nou, we moeten nog? Ja, ik had sowieso het gevoel van uh, ja, niet te blij. Natuurlijk moet je blij zijn met deze overwinning. Maar dat moet uh, niet te lang duren. Want ja, het is nog niet over. Uh, twee finales, daar moet gewoon echt de focus op zijn. En uh, ja, eigenlijk, als wij het in eigen hand nemen en gewoon kijken naar onze wedstrijden, dan hoeven we niet naar anderen te kijken. Dus uh, zo hebben we vandaag ook gespeeld. En uh, ja, dat was een goede wedstrijd. Ja, uh, breng me even in die eerste half uur uh, veel energie. Heel veel energie. Uh, je zag dat de jongens opveerden door het publiek. Iedereen was scherp, iedereen ging volle bak. En uh, ja, buiten dat was het ook gewoon goed voetbal. Aan de bal waren we rustig, hele goede aanvallen gezien. Dus uh, ja, dit was zeker de beste de eerste helft van dit seizoen. Ja. Ik, ik wil je nog even terugnemen naar de opkomst. Je ziet dan zo'n immense spandoek. Ja. Wat dacht je dan? Ja, gigantisch mooi. Uh, ja, je weet van deze supporters al dat ze heel fanatiek zijn. Uh, uniek in Nederland. En uh, ja zo'n spandoek hoort daar eigenlijk bij. Uh, ja, prachtig om te zien. En dat geeft ook wel heel veel alternatieven, of niet? Ja, 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 maar al in de warming-up, uh, hoe iedereen tekeer ging op de kingside, zelfs het vakken naast, iedereen was uh, ja, ready voor deze wedstrijd en de spelers ook. Spelers ook. Um, tweede helft, daar uh, had toch wel een doelpuntje in gezeten, of niet? Of was ja, iedereen leek wel moe? Ja, iedereen was natuurlijk. De eerste helft kost kracht. Uh, ja, buiten dat, we staan 2-0 voor, wil je nog steeds zeg maar, het risico nemen om zo vooruit te pressen? Ik denk dat dat ook meespeelde. Um, ja, eigenlijk hadden we in de eerste helft al moeten killen, vond ik. We hadden heel veel kansen. Met 3-0 speel je toch een hele andere tweede helft en dan zijn we nu toch wel uh, gebroken, denk ik. 2-0 is toch net zo'n standaard. Ze denken, oké, okay, wij kunnen ook nog twee goals maken in, uh, in de helft. Dus we hadden het eerder moeten killen. En dan zie je Nuna, die komt dan het veld op naar de wedstrijd. Ja, 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 ja. Ja, dat was al een mooi moment met het team, hè? Zeker een mooi moment. Uh, ik had hem niet hier verwacht op het veld, uh, dus ik, uh, ik moest ook wel even lachen toen ik hem zag. Ja, natuurlijk heel sneu voor hem wat er is gebeurd, maar uh, wij steunen hem en uh, hij pakt het goed op. Hij pakt het goed op. Uh, ja, je zag het teamgevoel. Zeker, teamgevoel dat zie je. Uh, dat is ook iets wat uh, trainer Overland erin brengt. Uh, is een belangrijk uh, onderdeel van ja eigenlijk uh, zijn coaching. En het teamgevoel is sterk. En uh, vooral in dit soort tijden, wanneer het uh, ja, het is urgent. We moeten winnen. Wordt het alleen maar sterker. En met dat publiek erbij, ja, uh, zeker teamgevoel. Dat zie je wel terug. En nu de trainer, wat heeft hij bijvoorbeeld na de wedstrijd gezegd? Dat hij trots is op ons. Uh, hele goede eerste helft, maar dat we niet uh, euforisch moeten zijn. Omdat het, ja, het zijn nog twee finales zijn: naar onszelf kijken en uh, ja, dan hoeven we ook niet naar anderen te kijken, wat ik net al zei. Ja.